Ja. Goedemiddag. Hartelijk welkom op de herdenking van de tweede poëziemarkt van Wetteren. Wij zijn begonnen met de onthulling van een muurgedicht. Ik wil daarvoor nog eens Gwenny, Alex en Wienand bedanken voor het ontwerp en de realisatie. Wij willen vandaag ook hulde brengen aan Leon Driege. De bezieler van de poëziemarkten zou dit jaar bij leven en welzijn 100 jaar geworden zijn. En daarmee gaan wij hem extra in de verf zetten. Griet Driege was zo joviaal om hier een aantal memorabilia te komen ophangen aan deze muur daar. Je moet daar straks maar eens kijken, met gedichten van Leon Driege. En hier hangt hier ook een foto van hem. Maar eerst zouden we Roland Joris, een van onze belangrijkste hedendaagse dichters, op het podium willen roepen om te praten over de poëziemarkt en zijn werk. Ja, Roland. Ja, Roland, we zijn begonnen met het muurgedicht. Ik hoop dat het resultaat een beetje meevalt voor u. Uiteraard, Frankie. Ik heb een grote waardering voor mensen die zich ingespannen hebben om dat op de muur te krijgen. Ja. Omdat ik echt een papieren dichter ben, is het des te moeilijker om dat op de muur te krijgen, denk ik toch. Ja. Dat gevoel heb ik. Wij dachten ook dat het wel in de geest was van de poëziemarkten om kunst openbaar te maken, kunst eigenlijk. Aan de man te brengen door het op een muur aan te brengen. Dus. Zeker in die tijd was dat. Hè? Ja. Je mocht de poëzie en zo, de kunst, dat was een verheven bezigheid. Zo werd het algemeen beschouwd. Maar dan kwam die periode in de jaren 60 van het nieuw realisme, hè? Van de Arte Povera uit Amerika. En wij hadden dat opgesnoven als een bevrijding uit die dat te strenge keurslijf waarin de kunst gedwongen werd. Hè? En we hebben dan met de tijdschriften Revolver en Young, die toen verschenen, geprobeerd om een link te leggen met de werkelijkheid, met de veranderende werkelijkheid daarbuiten. En ook elementen in het gedicht te brengen die ook in de beeldende kunst werden binnengebracht. Elementen uit het dagdagelijkse leven, uit die nieuwe werkelijkheid die nog altijd niet als de kunst waardig werd beschouwd. Men wou alleen maar een soort, ja, wat ik nu zou noemen, een valse romantiek huldigen in het gedicht of in de beeldende kunst. Terwijl wij vonden dat ook die nieuwe werkelijkheid een eigen kracht kon geven aan het gedicht. Ja, u zegt wij. Ik denk dat Leo daar ook wel bij was, Leon Driege. En om hem een beetje te huldigen, te eren, zouden we kunnen zeggen, van, wat was dat voor iemand? Heeft hij daar een belangrijke rol in gespeeld? Leon Driege die had een galerie op wat wij noemen de Dries in Wetteren. En ik liep daar als jonge bewonderaar voortdurend binnen. Ik was daar goed bevriend mee geraakt. En op een gegeven moment, ik was ook bevriend met Gert Segers en die mensen van Daniel van Rijssel, van die tijdschriften, liep ik bij Leon binnen en zei, Leo, mochten we nu een keer vanuit uw galerie hier op het Felix Bernaardsplein het gedicht in de werkelijkheid brengen, in de ruimte. Niet meer het gedicht dat alleen in die boekjes zich bevindt van klassieke bibliotheken, maar het gedicht tussen de mensen en tussen de dingen om ons heen. En hij was daar natuurlijk onmiddellijk mee akkoord. En zo is dan die eerste poëziemarkt gesticht. We zijn dan samen bij Louis Paul Boon gegaan, want Louis Paul Boon die kwam geregeld naar de galerij Driege ook. Hè. Hij had er heel veel sympathie voor. En we vroegen hem of hij ergens, laat ons zeggen, de man wou zijn die heel die poëziemarkt onder zijn hoede nam. En hij was daar onmiddellijk mee akkoord geweest. Hè. En dan is Louis Paul Boon in de optocht van de dichters bij die eerste poëziemarkt, want we zijn met al die deelnemende dichters die we aangeschreven hadden, en met de Roof Jazzband op kop, door Wetteren gemarcheerd. En we hadden als symbool van die poëziemarkt de bolhoed genomen.
Hè? Al die dichters liepen daar met de bolhoed op en ook de muzikanten die speelden met die bolhoed op. Dat was eigenlijk een heugelijke gebeurtenis. Ja. Ja. De tweede poëziemarkt kwam er op vraag van of was dat zo gepland? Nee, dat was niet gepland. Wij vonden dat die ene poëziemarkt eenmalig moest blijven. Dat was een prachtige gebeurtenis geweest en dat was aan die ene gebeurtenis gebonden. Maar veel mensen vonden dat moet nog eens gebeuren. Ze hadden daar heimwee naar enzovoort. Maar het is altijd zo, wanneer men iets herneemt opnieuw, dan is die inspiratie weg, die vonk is weg. Pas op, dat was nog altijd in orde, hoor, het gaat daar niet over. Maar eigenlijk die vondst en die vonk van die eerste poëzie, maar ja, die was er niet meer, vond ik toch. En Leo, waar kon er ook niet bij zijn in de tweede poëzie? Nee. Die was ziek dan? Ja. Dus het is niet zo dat er nog meerdere poëziemarkten zouden gevolgd hebben, ook niet als hij nog zou geleefd hebben? Ik denk het niet, tenzij dat er andere mensen waren die vonden dat er moesten poëziemarkten georganiseerd worden. Hè. Dat zou kunnen dat er weer jonge mensen het lef in handen namen om een poëziemarkt te maken. Dat weet ik niet. Daar kan ik niet op antwoorden. Maar niet meer met ons. Wel, sommige mensen dromen er natuurlijk van, mocht dat eigenlijk verder gezet geweest zijn, dan lag Kunstenfestival Watou misschien in Wetteren eigenlijk. Maar ja, dat is juist hetzelfde, het Kunstenfestival Watou, dat is ook aan die eenmalige gebeurtenis volgens mij gebonden. De eerste keer dat dat doorging, was dat ook inspirerend en verfrissend en zo. Maar op den duur is dat een louter toeristisch gebeuren geworden en heeft het zich tot een louter toeristisch event ontwikkeld, vind ik. Hè? Dat is heel persoonlijk. Ja. Men moet eens kunnen stoppen in het leven. Ja. Na Galerie 3 kwam er nog iets anders, dat was Academie Leon. En wat was dat precies? Ah, na de dood, ik was goed bevriend natuurlijk met Pieter Drieg, met de zoons, met Luc, met Pieter en Owel enzovoort. En wij gingen geregeld samen op café, onder andere aan het station, ook Comte d'Egmont, bij, mag ik zijn naam eens noemen, bij de zogenaamde slappen, die er altijd aan zijn raam zat te mijmeren en die zelf schilderde. Hij maakte 1 schilderij per jaar, hij werkte daar een heel jaar aan. Nu en dan kwam hij van zijn stoel en dat deed hij. En wij stonden daar op een keer, hadden een paar pinten gedronken en plots zeiden wij, we zouden een keer iets moeten doen nog. We gaan nog eens iets doen. We gaan een academie stichten. En B, de verloofde van Pieter, die zei, ik heb een mooie naam, de Académie Leon. Daar zit de schepper van die naam, de Académie Leon van Leon Drieghe enzovoort. En zo is dat gebeurd. En de bedoeling was met die Académie Leon om ergens de geest van de Galerij Drieghe en van Leo Drieghe verder te zetten. Ja. Er was ook een tijdschrift, denk ik, hè? Er was ook een tijdschrift van de Academie Leon, ja. En ik meen mij ook te herinneren dat er ook eens een bezoek was van André de Bouchet. Ja, dat is dan een tijdje later gebeurd. De Galerie Drieghe op de Felix Weernaasplein, die ruimte, ja, dat was verkocht, dat hadden we niet meer om daarover te beschikken. En dan gingen we bij de drukkerij van Nieuwenhuizen. Een gewezen concurrent van Leo Drieghe zijn drukkerij. Ja, maar toen was concurrentie ook vriendschap, zouden we kunnen zeggen. En wij gingen dus naar Van Nieuwenhuizen. Dat was zo gelegen, langs de Kerkstraat kon je daar binnen, een hofje op en dan dat gebouw van die drukkerij. En daar organiseerden wij toen tentoonstellingen allerhande en literaire gebeurtenissen enzovoort. En op een gegeven moment, ik was toen al een grote bewonderaar van de poëzie van de Franse dichter André du Bouchet, die met Picasso, met Georges Braque en al die mensen in de Bateau Lavoir samengewerkt had. En op een gegeven dag kom ik in Gent Jan Mischkin tegen. En ik wist dat Jan Mischkin André du Bouchet vertaald had in het Nederlands, een tijdje voordien. En ik zei zo tegen Jan Mischkin, maar zeg, jongen, dat zou toch een gebeurtenis zijn, mochten we André du Bouchet naar de Académie Lyon krijgen. He, want ik dacht dat dat onmogelijk was, zo'n grote man eigenlijk. Maar Jan Mischkin zei, dat is geen enkel probleem, zegt hij. Je zal er onmiddellijk met akkoord zijn.
Ja, mijn jongen, en hij was akkoord. En ik weet nog altijd goed, die zondag. Ik had daar op de zolder van Nieuwenhuizen zijn drukkerij een tentoonstelling georganiseerd met het werk van de grote Nederlandse schilder Bram van Velde. Hè, met lito's van hem en zo. En ik wist dat Bram van Velde nog samengewerkt had met André Dubuchet. En André Dubuchet ging daar wettelijk komen, voorlezen uit zijn gedichten. Hè, en ook een inleiding geven bij het werk van Bram van Velde. Ik zal het nooit vergeten. En wij stonden hem op te wachten. Ik ging daar arriveren, aan dat hofje, aan zijn kerkstraat. En het zoontje van Noël Drieën, een hele sympathieke jongen, Bert Drieën, liep in die tuin te spelen. Een jong mannetje nog, hè. Maar dat zich ook wou doen gelden, want het was onder artiesten en daar mocht alles. En hij liep zomaar te roepen, als dat stuk dichter hier komt, zal ik die een bal in zijn kloten schoppen. Al die bal in zijn kloten schoppen. En ik liep met de kloppers. Dan moet dan in alle waardigheid André Dubuchet ontvangen. Ja, plots arriveerde hij daar met Jan Mischkin. En wie was er bij hem? De dochter van de grote schilder Nicolas de Staal. Want hij was toen bevriend, als oudere dichter, met die jonge dame. Een zeer vriendelijk mens. En hij is daar. En hij was opgetogen, hè. Ik verontschuldigde mij voor de omstandigheden waarin wij werkten en waarin wij alles organiseerden. Maar hij zei, mais monsieur, zegt hij, mais c'est Paris ici. On a toujours travaillé dans de telles circonstances. En zo was dat ook, die inspirerende kracht. Ja, dat is een prachtige gebeurtenis geweest. Hé, hey, Pieter. Ja. Ja. Oké, terug naar uw poëzie. U hebt onlangs een nieuwe dichtbundel uitgebracht, Vertakkingen, die heel buitengewoon goed onthaald is door de pers, zowel in binnenland als in Nederland. Had je dat verwacht eigenlijk? Of lag dat binnen de lijn van de verwachtingen dat dat zo goed onthaald werd? Ja. Nee, ik had dat niet verwacht. Nee. In Nederland bedoel ik. In Nederland is er heel veel aandacht aan besteed. Ja, er is veel aandacht aan besteed. Meer dan andere bundels. Ja, ja. De vraag is nu, wat zoek je zelf in een gedicht? Wat wil je eigenlijk bereiken binnen een gedicht? Wat is zo de... Kijk, ik heb ooit hier een boekje uitgegeven door Revolver, getekend of gedicht. En daar heb ik een paar dingen ingeschreven die met uw vraag te maken hebben en antwoord. Wat het gedicht eigenlijk voor mij betekent. Hè. Misschien kan ik zo een paar citaten daaruit als antwoord voorlezen. Hè. Ik spreek niet graag over zuivere poëzie. Liever heb ik het over rauwe poëzie. In het gedicht wil ik de weerbarstigheid van het ontstaan ervan voelen. De sporen van het schuren moeten zichtbaar blijven. De drang naar het volmaakte mag het onaffe niet camoufleren. En dan hier. Als het dichtklapt, luidt de titel van een van mijn bundels. Het klappen van de vogel zit erin. Het vliegen en het neerstrijken, maar ook de handeling van het dichten. Het dichtmaken van het gedicht tot iets compacts. Het is ook een val, want je wordt erin dichtgeklapt. Het gedicht houdt ons in zijn greep en geeft zijn ultieme geheim niet prijs. En dan nog een laatste. In een recensie van mijn bundel Als het dichtklapt schreef Paul de Metz, in zijn gedichten wringt er van alles. Dit is mijn droom. Gedichten als gewrichten die wringen in hun eigenzinnige weerloosheid. En poëzie is maar helder als ze voldoende duisternis toelaat. Hoe helder is de donkerte in mijn werk? Magnifiek. Daar valt niet veel meer aan toe te voegen, denk ik. Straks komt er nog een tweede gedeelte, maar ik zou eerst aan Roland Joijs nog willen vragen om 2 à 3 gedichten eens voor te lezen uit de nieuwe bundel, uit de schitterende nieuwe bundel Vertakkingen. En straks komt er een tweede gedeelte. We gaan eventjes tijd geven dan, na het voorlezen van Roland, om een plaspauze te houden of nog iets te halen aan de bar. Ondertussen kan de technieker hier zijn werk doen.
Maar ik laat eerst nog het woord aan Roland. Kijk, ik heb bijna nooit mijzelf in, als persoon in mijn gedichten betrokken. Maar toch heb ik in de loop der jaren ooit eens een zelfportret geschreven. En dat komt uit een vroegere bundel. Ik zal het eventjes lezen. Zelfportret. Wat ongeschonden in hem huist, het is geen zuiverheid. Het is geen kind dat met nog stompe letters schrijft. Het is een blik die rauw en ongenadig kijkt. Het is wat tegenstrijdig en ontwricht en dwingt. Het is weerbarstigheid. Zoals gehoord ben ik een echte wetteraar. En dan nog een paar gedichtjes uit de recente bundel, uit Vertakkingen. Ja. Takken hebben altijd een grote rol in mijn werk gespeeld. Ik heb ooit eens een doos gemaakt met gedichten daarin. En die doos was van Raoul de Keijzer gemaakt. En wij noemden dat dan de verpakte gedachte. Maar de mensen keerden dat om en ze noemden dat de verdachte gepakt. Ja. Goed. Kijk, ik ga eens een gedicht lezen met als titel Giacometti. Giacometti, ik ken hem allemaal, in mijn ogen een van de grootste beeldhouwers van de moderne kunst. Heel ranke figuren, hè, waarin de sporen van het maken niet zijn gecamoufleerd. En wacht, Giacometti. Ooit, nooit volkomen, uit het ongewisse vandaan. Strak, in geharrewar voorover, een gevoel dat bewogen met eenzaamheid instemt, als naar nergens een stap, naar graadmager vergaan. Vooral ik denk. Ja. Dank je wel, Roland. Er komt nog een tweede gedeelte, dus met Carlo de Strijker en Arno van Vlierbergen, Elien Krombeen en Roland Joris, die mag blijven zitten. 5 minuutjes pauze. Ja.